ben, zoals je aan mijn open mond en nog net geen tong uit mijn mond kan zien, Halo 5 aan het spelen. En ik heb iets te weinig mentale brain power over om zowel te praten als te gamen. Want het is best wel moeilijk. Ik ben nog nooit zo vaak doodgaan in een Halo game zo vroeg. Maar ik ben heel koppig geweest en ik ben gelijk Legacy gaan proberen. En misschien is dat zonder echte teammates niet zo slim geweest. Of ik moet gewoon inkomen. Dat kan ook. Ik ben of gewoon slecht. Ja, ik wist dat Shelly dat ging zeggen, dus ik dacht ik begin er zelf over te staan. En het ziet er mooi uit. Ik ben echt heel positief. Ik had hem even kort gespeeld van de week. En nu ga ik er volledig in los. En ik ben gewoon ronduit positief. Er is één wapen wat ik iets minder vind. En maar alle andere wapens voelen net wat lekkerder, net wat fijner. Dus het is nice. Shelly, wat heb jij aan toe te voegen? Ik vind het er vet uitzien. Ik heb nog nooit een Halo game gespeeld. En dat is best wel erg. Ja, zeker. Omdat je die. Jij bent wel een fan van de futuristische Call of Duty. Ja, ik hou van shooters. Ik hou van de toekomst. En eigenlijk heeft Halo dat allemaal. Het hele probleem is dat ik altijd. PlayStation heb gehad. Binnenkort heb ik een Xbox One. Die ga ik overkopen van onze grote vriend Karim, die er eentje heeft gewonnen op een FIFA toernooi. Jeetje. En dan, die Karim die heeft dan is twee. Denk ik wel het eerst dat ik ga spelen Halo. Oké, dope. Als ik dit zo zie, heb ik wel zoiets van nou. Dan ga ik je ass afslachten. Dat gaat echt sowieso niet gebeuren. Ik denk het wel. Als ik zie hoe slecht jij bezig bent. Dan weet ik gewoon. Ik spreek je later nog wel. Ja? Oh wow, dat was lullig. Ik werd gerevived en toen werd ik gewoon. De afgelopen 5 minuten heb ik 1 ding gezien en dat is Emil die constant doodgaat. Nou ja, ik zou jou het willen zien proberen. Oh mijn god, ik ga wel vaak dood. Dat is wel. I need assistance. Nee. Dan heb je maar wat aardiger moeten zijn. Aardig, hè? Over mijn. Schiet hem dan. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Reload. Gewoon kijk. Hij kan het niet, escape. Everybody join the Emil bash. Kom maar. Okay. Bashen. Skate zijn item opnemen. Vind je wat anders, hè? Dan shoot. Begint hij nou alweer over shoot? Hey, you shoot, man. You shoot. You shoot the enemy, man. Oh, ga je nu ook nog HKU noemen? Maar ben jij groot Halo fanskate? Af en aan. Ja, ik heb een haat-liefde-verhouding met Halo. En wat is de haat en wat is de liefde? Ik heb heel lang het hele bunnyhop gegeven. Dat heeft me. Gewoon het hoge springen, zeg maar. Ja, dat sprak ik niet altijd aan. Nee. Destiny daarentegen heeft in principe hetzelfde. Ja. Die heeft ook wel een beetje dat je stukjes blijft zweven wat niet realistisch is. Het wordt zweverig, maar het shooter aspect daarin is zo goed uitgewerkt. Maar ja. dat heeft wel weer mijn liefde, die er wel is, ook absoluut wel is geweest voor Halo, toch wel weer opgewekt. Ik ben daarom toch wel heel erg nieuwsgierig naar deze game. Want hoe vond jij dat tijdens het origineel, zeg maar, toen dat uitkwam? Had je diezelfde irritaties of... Tenminste met dat bunny hoppen en het hoge springen. Of had je toen wel zoiets van ja, dit is wel weer echt een. Nee, toen was ik niet klaar voor. Ik vond het wel tof, maar ja? Het was niet helemaal. Ik was meer gewoon van de grounded shooters, als het ware. En, maar bijvoorbeeld een Halo Reach vond ik dan wel weer. Ik weet niet, qua sfeer vond ik het toch ook wel iets toffer om de een of andere reden. Ja. Want ik vond Reach is wel een van mijn favoriete delen, maar dat komt ook een beetje vanwege de multiplayer. Heb je die daarvan ook gespeeld? Ja, zeker. Iedereen die gek werd van de armor lock die constant... Maar het ding met Halo is, daar moet je ook wel vol voor gaan, wil je met name ook in de multiplayer maar enige schijn van kans maken. Dat is een parttime baan die je erbij moet nemen, en anders dan is het echt niet leuk. Ja. Bam, zag je dat? Dat was de nieuwe Dash. Ja, zit gewoon in. Zit er best wel veel nieuwe tweaks en aanpassingen bij. Het voelt er wel weer fris, zeg maar. Het voelt fris en vertrouwd tegelijkertijd. Dat vind ik echt heel knap. Suppressor. Ik ga even... Wat ga je doen? Een Battleborn preview eruit trappen. Ah, bam. Zes nog.